Mevrouw Pauw, dat was nogal een emotionele avond. Hoe vindt u dat de raad op dit moment functioneert? Wij moeten een belangenafweging maken en dat moeten wij doen op basis van de informatie die in het raadsvoorstel staat. En er stond dus in dat deze regeling ook al versoberd was door Enschede en Rotterdam. Alleen wat bleek, dat de regeling niet juist versoberd was, maar juist was in positieve zin. Dus er kwam juist meer geld voor die gezinnen vrij. Nou, ik noem dat gewoon onjuiste voorlichting. En dan vinden ze het raar dat ik dat niet accepteer. Nou, dat vind ik nou raar. Meneer Gersen, het is nu kwart voor één of zoiets. Het is laat. Ja. En u heeft een emotionele vergadering achter de rug. Wat vindt u ervan? Nou ja, kijk, emoties zijn op zich voorstelbaar. Want het ging natuurlijk wel ergens om. Hè, een ingreep in de sociale regelingen in de gemeente Almelo. Waar het college een voorstel over heeft gedaan om die deels te versoberen. En ergens anders de inzet te gaan intensiveren. Dat was tegen het zere been van een deel van de gemeenteraad. Die zei van nee, wij willen dit in een breder verband gaan bezien, deze maatregel. En wacht u nou even met die besluitvorming tot dat bredere verband er ook is. Ja, dat leidde af en toe tot hele heftige aanvaringen, zou je kunnen zeggen, in het debat, waarbij ook woorden zijn gebruikt die ik als voorzitter ook in de raad eigenlijk niet wil laten gebruiken. He, want het is uiteindelijk het parlement van Almelo, dat moet ook met een bepaalde met een bepaald plezier, maar ook met een bepaalde statigheid wel kunnen plaatsvinden. En er horen bepaalde woorden niet bij en daar heb ik als voorzitter natuurlijk ook op ingegrepen. Hoe ervaart u dat? Ik vind dat schijnend. Ik ben als raadslid aangesteld om op te komen voor de belangen van de burgers. Als ik geen gevoel bij mijn burgers had gehad, als ik geen gevoel had gehad dat het noodzakelijk was dat er een ander geluid in Almelo kwam, ja, dan had ik hier niet gezeten. Ik doe dit omdat ik vind dat ik een morele plicht heb om op te komen voor de burgers van Almelo. En ja, dat doe ik met gevoel. En volgens mij is gevoel hebben voor de burgers van Almelo en daar daadwerkelijk empathie voor te hebben alleen maar goed. Maar vindt u dat u zo goed kunt functioneren als raadslid? Waarom zou ik niet met emoties vragen mogen stellen? Als ik als raadslid een beslissing voor mij krijg en ik moet een beslissing nemen op basis van onjuiste informatie, dat is pas schrijnend. En het is pas raar dat ze vinden dat ik daar niet emotioneel van word. Ik had dus een beslissing kunnen nemen op onjuiste gronden. Natuurlijk word ik daar boos over. Ik mag toch als raadslid verwachten dat duurbetaalde wethouders en duurbetaalde die specifiek voor deze zaken zijn aangesteld en mij informatie verschaffen waarom ik een belangenafweging maak, dat die mij juiste informatie verschaft.